Het is een ankerpunt. Ik heb mensen ook wel horen zeggen, als ik de beuk zie, dan ben ik thuis. En ja, die heeft een rol gespeeld in de levens van heel veel mensen. En een jaar of 6 geleden kwamen we erachter dat hij was aangetast door zwammen en schimmels. En uiteindelijk hebben we moeten concluderen, het gaat niet lukken. Dus het hele nare besluit om deze boom te moeten kappen is gevallen. Die boom, dat ze wel gemerkt hebben, zit in het hartje van heel veel buurtbewoners en andere Utrechtse mensen. Nou, dan moet je op zoek naar een goede vervanger die aansluit bij het beeld wat we gewend zijn in de buurt. Is iets wat je dagelijks doet, zo'n grote boom? Klopt helemaal. Het is geen dagelijks werk. Een hoop mensen van de kranten, van de televisie erbij. Dus door alle aandacht is het een verhaal apart. Toen de bruine beuk gekapt werd, was heel duidelijk in het hout te zien dat daar verschillende parasitaire zwamantastingen zaten. En ons vermoeden werd hierbij bevestigd. Dat is verzwamd, dit is verzwamd aan de buitenkant. Wat zegt u? Hier is hij al verzwamd. Zes jaar geleden toen kwam Frank van den Brink naar mij toe met het verzoek van Bert, wij zoeken een goede vervangende beuk voor de Emma Rotonde. Kun jij ons daarmee helpen? Nou, toen ben ik samen met Frank zijn wij op bomenjacht gegaan. De boom die het uiteindelijk geworden is een boom van een 20 meter lengte. En hier hebben wij op de locatie 50 kuub grond uitgewisseld. Dus oude grond eruit en nieuwe grond erin. En we gaan hem zo meteen in het gat hijsen met een telekraan. En daar wordt hij dan in de nieuwe grond gezet. Daarna wordt hij verankerd, zowel bovengronds als ondergronds. Om te zorgen dat dat die hele grote boom eigenlijk niet omwaait of niet scheefzakt. Ik denk dat deze bruine beuk ook weer in de harten wordt gesloten door heel veel Utrechters. Deze boom, daar is ook het initiatief voor gekomen vanuit de buurt om die een naam mee te geven. En ik ben heel blij om te kunnen vertellen dat deze boom de naam Prinses Beatrixboom gaat dragen. Waarmee die ook nog weer super herkenbaar wordt voor iedereen. Er is heel veel betrokkenheid geweest. Er is veel inzet geweest. Er zijn ook heel veel uurtjes in gaan zitten. Dus ja, iedereen, zowel buurtbewoners als mensen van de gemeente, mensen van de stichting. Allemaal zeer bedankt voor jullie inzet. En ik hoop dat die betrokkenheid de komende tijd blijft.